Hallo iedereen, welkom bij de voorstelling van het leeronderzoek Media en Sport. Het afgelopen jaar hebben wij, een groep van 9 bachelorstudenten, mediarepresentaties van sociale onrechtvaardigheden in sport bestudeerd. Meer bepaald gender, ras en etniciteit. Dit deden we aan de hand van 2 cases, het Amerikaanse vrouwenelftal en Caster Semenya. Vandaag zullen Sema, Camille en ik jullie iets meer vertellen over ons onderzoek. De theoretische concepten, de operationalisering, de resultaten en de conclusie. Om te beginnen gaat dit onderzoek in op de doelstellingen van 3 verschillende organisaties, namelijk de Verenigde Naties, het Internationaal Olympisch Comité en het Amerikaanse Play the Game, met als doel om tegen 2030 sociale onrechtvaardigheden met betrekking tot gender, ras en etniciteit uit de wereld te helpen. In de Agenda 2030-resolutie van de Verenigde Naties wordt sport erkend als cruciale factor in de strijd tegen onrechtvaardigheden. Ook zijn er duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in opgenomen om op die manier een sociale inclusieve maatschappij te verzekeren waar niet wordt gekeken naar iemands geslacht en seksuele, raciale, etnische of andere status. Verder is ons onderzoek aanvaard voor publicatie op de conferentie van de Internationale Associatie voor Communicatie en Sport in de Verenigde Staten. Bovendien bevestigen onderzoekers uit de academische wereld, zoals Winner en Billings, de maatschappelijke vraag naar regelmatige sportmedia-analyses omwille van het snel veranderende medialandschap enerzijds en anderzijds met het oog op de doelstellingen tegen 2030. Daarnaast is de combinatie van gender en ras in sportmedia-analyses met betrekking van de publieke receptie nooit eerder wetenschappelijk uitgevoerd en maakt ons onderzoek dus uniek. We willen daarom ook graag de Universiteit Antwerpen bedanken om het mogelijk te maken en in het bijzonder professor Dr. Timothy Robeers om ons hierbij te begeleiden. Ten slotte hebben we in dit onderzoek een kwalitatieve framing-analyse uitgevoerd om sociale onrechtvaardigheden en sport in kaart te brengen. We hebben zowel traditionele nieuwsmedia als sociale media onder de loep genomen om enerzijds de rapportering of de productie van de journalisten te analyseren en anderzijds de receptie van het publiek op deze rapportering. In dit deel bespreken we 6 theorieën die onze studie onderbouwen. Ten eerste de queer theory verzet zich tegen het binair denken omtrent gender en laat een meer culturele en persoonlijke inbreng toe. De maatschappij wordt opnieuw geschetst zonder de labels hetero, homo en man en vrouw. Deze theorie komt aan bod bij de case Caster Semenya, aangezien zij een genderfluïde atleet is. Ten tweede de social role theory verklaart bestaande verschil tussen mannen en vrouwen aan de hand van traditionele rolpatronen. Die zorgen voor bepaalde verwachtingen van verschillen in gedrag tussen beide genders. In de sportwereld worden deze archaïsche gedrags- en attitudeverwachtingen bevestigd. Ten derde, de Human Capital Theory legt uit hoe vrouwen minder toegewijd zijn aan het werk, omdat ze door biologische redenen meer gericht zijn op het huishouden. Mannen daarentegen focussen zich wel op de arbeidsmarkt. Deze theorie helpt een verklaring van de loonkloof te verschaffen. Vervolgens, de Critical Race Theory geeft een kritisch denkkader voor het onderzoeken en verklaren van racisme in de maatschappij. Zo kaart deze theorie bijvoorbeeld aan dat individuen met een andere etniciteit unieke ervaringen hebben met discussies rond etniciteit. Dit kunnen we in de sportwereld linken aan discussies omtrent Caster Semenya, niet in het minst omdat ze een zwarte atleet is. De cultivatietheorie linkt lange termijn effecten van blootstelling aan media-inhouden aan veranderingen in perceptie en interpretatie van de werkelijkheid. Zowel traditionele als sociale media hebben dus een belangrijke impact op het wereldbeeld van mensen. De mate waarin sportmedia verhalen brengen van vrouwelijke atletes heeft volgens deze theorie een hoge impact op de attitudes van het publiek. Ten slotte de representatietheorie van Stuart Hall bevat het System of Representation, waarbij taal, discours en beelden 3 manieren zijn om via tekens te verwijzen naar mentale of fysieke concepten. Wij focussen in dit onderzoek op het gebruik van taal als representatiesysteem om betekenis te genereren door zowel de media als hun publiek. Hoe kan je zoiets nu operationaliseren? Wel, de methode die wij gebruikt hebben voor dit onderzoek is een framing-analyse. Een heel prominente methodologie die specifiek binnen sportmediaonderzoek vaak aan bod komt. Hierbij ga je op een kwalitatieve manier te werk om te bekijken op welke manier de media een bepaald nieuwsitem gaat overbrengen naar de kijkers. Je kan een frame dus bekijken als een kader met extra betekenis waarin de media een nieuwsitem plaatst. Neem nu bijvoorbeeld deze foto.
Op de achtergrond zie je een man die achtervolgd wordt door iemand met een mes. Maar zoals jullie zien, ligt de camera dit gebeuren vast alsof de rollen omgedraaid zijn. Hier wordt deze gebeurtenis dus duidelijk anders weergegeven door de media. Hoe gaat een framing-analyse in zijn werk? Wel, frames zijn gebaseerd op twee zaken: reasoning en framing devices. Reasoning devices omvatten de betekenis die een auteur geeft aan een bepaald nieuwsitem. Het probleem dat wordt omschreven door de auteur, de onderliggende oorzaak ervan, de voorgestelde oplossing en de morele evaluatie. Daarnaast heb je framing devices. Deze geven de specifieke woordkeuzes van de auteur weer. Dit kunnen ook slogans, metaforen, stereotypen of portretteringen zijn. Concreet voeren we een comparatieve framing-analyse uit aan de hand van de twee cases. Dit soort studie laat toe om het productie-receptiegegeven te onderzoeken en te vergelijken. Om dit te kunnen doen maakten we gebruik van 8 online kranten. 4 Vlaamse, 2 Engelse en 2 Amerikaanse. We kozen deze kranten specifiek vanwege hun populariteit en kwaliteit. Bij de traditionele media verzamelden we 164 online krantenartikels om te analyseren, waaronder ook de eerste 25 commentaren onder die artikels. Bij de sociale media hebben we 3290 commentaren geanalyseerd, waarbij we gebruik maakten van Facebook-posts van diezelfde 8 kranten. Hierbij analyseren we per post de eerste 100 relevante commentaren. De laatste stap was het samenbrengen van alle frames die we gevonden hadden. Omdat kwalitatief onderzoek afhangt van de subjectieve interpretatie van de codeerder, werd 5% van het corpus een tweede keer gecodeerd door medestudenten om de validiteit te bewaren. De validiteit is ook beïnvloed door de frequentie van voorkomen. Dit heeft allemaal in de analyse geleid tot 42 frames in totaal, waarvan 21 in traditionele en 21 in sociale media. We gaan eerst de 3 meest voorkomende frames per case bespreken die aanwezig zijn in alle beide media. Vervolgens bespreken we de resultaten voor de beide media apart. Ik ga beginnen met de case van het vrouwenvoetbal met als eerste overeenkomstig frame Athlete Performance. Dit frame focust op de goede prestaties van de atletes. Een volgend frame is Social Inequality en omschrijft het activisme van de minderheden die ongelijkheden in de sportwereld, zoals de loonkloof, aankaarten. Ten slotte schetst het frame Male Popularity in Sport de mannelijke dominantie in de voetbalwereld, waardoor er meer aandacht en investeringen naar mannen gaat en de vrouwen bovendien minder betaald worden. Bij het frame Gender Categorization, in de case van Caster Semenya, wordt gender in de traditionele termen vrouw of man geïnterpreteerd. Vervolgens het frame Unfair Performance, die focust op de oneerlijke competitie door het fysiek voordeel van Semenya. Het laatste frame komt in sociale media voor als performance legitimacy en in traditionele media als debunk motivation roles. Dit frame omschrijft de onschuld en de oneerlijke onderdrukking van Semenya, aangezien de regelgeving van de Internationale Associatie van Atletiek Federatie geen stevige wetenschappelijke fundering heeft. Met betrekking tot de meest voorkomende frames bij de online krantenartikels komen dezelfde 3 frames voor bij de eerste case, maar wel in een andere rangorde. Per regio zien we dat het Presidential Conflict frame voorkomt in Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk. Dit frame focust op de discussie tussen het Amerikaans vrouwenelftal en president Trump. Ook komt het frame Success Women Sport alleen voor in de Verenigde Staten en omvat de toenemende populariteit en kwaliteit van het vrouwenvoetbal. Bij de tweede case komt het Unfair Performance frame terug in de top 3 frames. Maar er duiken ook 2 andere frames op. Het eerste frame is hyperandrogenism en beschrijft het verhoogde testosteronniveau bij hyperandrogene atleten. Het tweede frame, namelijk het Athlete Revolt frame, benadrukt het verzet van Semenya tegen de nieuwe regeling van de Internationale Associatie van de Atletiek Federatie. Semenya weigert namelijk om medicatie in te nemen en vecht de regelgeving aan. Per regio zien we dat alleen de rangorde verschilt. Uit de sociale mediacommentaren blijkt dat in het algemeen de mannelijke dominantie in de sportwereld het sterkst wordt benadrukt. Dit is het geval in het Verenigd Koninkrijk, waar bovendien de vrouwensport geweerd wordt ten voordele van de mannensport. Ook in de Verenigde Staten ligt de nadruk op de mannelijke dominantie, maar hier gaat de focus ook naar de goede prestaties van het vrouwenteam. De klemtoon ligt in mindere mate op de afkeer tegen de vrouwensport. In Vlaanderen staan de goede prestaties op de eerste plaats, maar op de tweede plaats ook het eerder slechte niveau van de vrouwensport in vergelijking met de mannensport.
Semenya wordt in het algemeen gecategoriseerd in een bepaald gender, waardoor er geen ruimte is voor haar persoonlijke invulling. Dit komt sterk terug in Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk worden vervolgens haar sterke prestaties geïnterpreteerd als oneerlijk, aangezien deze beïnvloed zijn door haar hoog testosteronniveau, terwijl verder in Vlaanderen deze wel als rechtvaardig worden beschouwd door het publiek. Dit frame staat zelfs in de Verenigde Staten op de eerste plaats. Wat kunnen we hier nu allemaal uit concluderen? Onze studie ligt, zoals gezegd, in lijn met de Agenda 2030-resolutie van de Verenigde Naties. De resultaten van onze studie geven namelijk de stand van zaken weer over sociale ongelijkheid in deze twee cases, in 2019 en 2020. Ook toont ons onderzoek het belang aan van de combinatie van productie en receptie. Onze bevindingen constateren namelijk dat traditionele media sociale ongelijkheden in stand houden en soms zelfs stimuleren. Zo is er bijvoorbeeld een aanwezigheid van prominente nationalistische narratieven terug te vinden. Ook Facebook-gebruikers houden sociale onrechtvaardigheden in stand. Zo blijft beperkte commercialisatie van vrouwensport toegeschreven aan de idee dat deze minder interessant en kwalitatief slechter is. Dit werd ook bevestigd in de traditionele media. Een opvallende conclusie binnen dit onderzoek wijst verder op de afwezigheid van vormen van racisme binnen traditionele media. Dit zou mogelijk het gevolg kunnen zijn van gevoeligheidstraining bij journalisten. Bij Facebook-gebruikers merkten we ook op dat zowel verdoken als expliciet racisme soms geweerd wordt uit de commentaarsecties. Daaruit kunnen we afleiden dat Facebook-gebruikers niet alleen sociale onrechtvaardigheden in stand houden, maar ze soms ook verwerpen. Als afsluiter geven we enkele suggesties voor verder onderzoek mee. Een eerste follow-up onderzoek zou zich kunnen specifieren naar visuele data. Ook zouden bepaalde vormen van activisme uitgediept kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het toenemende gebruik van sportevenementen als platform voor het uiten van ongenoegen ten opzichte van bestaande onrechtvaardigheden. Bedankt voor jullie aandacht. We hopen dat dit onderzoek jullie heeft geïnspireerd om met een andere blik te kijken naar sociale onrechtvaardigheden in sport. Als jullie dit een interessante presentatie vonden, vergeet dan zeker niet om op ons te stemmen op Blikbord.